Fons, wedstrijd van vanavond. Wat vond je ervan? Nou, het is wel weer een waarschuwing natuurlijk. Dat we nog lang niet daar zijn waar we willen zijn. En dat er nog een hoop moet gebeuren bij ons. En ja, dat is op allerlei gebied. Als je kijkt naar het aantal kansen wat we hebben. En ja, we kunnen niet zo makkelijk scoren. Ja, en dan zijn er ook momenten dat we niet 100% scherp zijn in het verdedigen. Ja, en dan kun je een wedstrijd verliezen. Maar we zijn nog niet daar. En als wij weer een goed seizoen willen spelen, dan ja, daar moeten zeker nog 30-40% bij. Nou is het wel zo. Ik loop al heel het jaar bij ADO qua voorbereiding. Maar het is eigenlijk elk jaar hetzelfde. Pas de competitie, dan beseffen spelers dat het om gaat. Ja, klopt. Dat is een handicap, denk ik, in de voorbereiding. Dat klopt. Maar ik heb wel even een waarschuwing uitgedeeld. Want ik vind wel dat je ook in de voorbereiding je wedstrijden moet winnen. Want het gaat altijd om winnen in de sport. En ik speel niet een wedstrijd zomaar. Dat is me te makkelijk. Dus ik wil ook geen excuses gebruiken. Ik vind dat wij als ADO zijnde altijd de plicht hebben om wedstrijden te willen winnen. Maar ik mis wel een klein beetje wat. En we hebben toch, ja, we zijn zevende geworden. Nou, en als je dan een wedstrijdje zo van, wow, dat komt wel goed, hè? Het komt wel goed. Ja, dat is een grote denkfout. Wij moeten juist met ADO, elke wedstrijd moeten wij de onderste steen bovenhalen. Om tot goed voetbal te komen. En dat is ook bekend. Dat neem ik aan, als jij zit te erger op de bank. Ja, natuurlijk. Dat heb ik ze net ook verteld. En ik heb ook gezegd ja, wat eraan schort. En dat het beter moet. Want over 4 weken moeten we al competitie spelen. En dan moeten we er weer staan. En dan speel je tegen Emmen. Waarvan iedereen denkt, nou dat moet kunnen. Nou, dat is niet zomaar gedaan. Daar moeten wij echt flink verbeteren, willen we dit soort wedstrijden gaan winnen. Maar hoe moeilijk is het dan om in de formatie te komen waar je eigenlijk graag die competitie mee wil beginnen? Want er zijn nog een paar onzekere factoren. Ja, nee, dat klopt ook. Natuurlijk houden we daar ook rekening mee. En dat is ook zo. Ja, dat is ook zo wat je net zelf zegt. Dat is met ADO altijd zo in de voorbereiding. Vorig jaar begonnen we, hadden we nog helemaal geen ploeg toen we begonnen. En daardoor verloren we ook de eerste 3. En nu ja, zijn er ook nog een aantal posities die we moeten invullen. Ja, en als dat gebeurt, dan heb ik er vertrouwen in. Als dat niet gebeurt, ja, dan wordt het een heel moeilijk seizoen. Tot slot, je hebt een x-aantal spelers op proef gehad, 3 stukjes, allemaal niks geworden. De komende weken wil je toch graag posities ingevuld zien. Hoe reëel is het om te veronderstellen dat daar mensen nog een keer op proef gaan komen? Ja, we hebben nog genoeg tijd, dus dat kan nog. Alleen het moet haalbaar zijn binnen de kaders van ADO, dat is bekend. Dus ja, daar moeten we altijd creatief zijn. En als dat lukt, nou ja, dan zijn jullie de eerste die het horen.